Het is opmerkelijk, beste mensen. Ja, ik heb vrienden natuurlijk die ook aan de linkerkant zitten in het politieke spectrum. Ja, en daar heb ik vaak enorme discussies mee. Ja, en nog. En dat ging dan vaak over het asielbeleid. Kijk, jullie weten, ik ben het op een heleboel punten ook gewoon niet eens met Wilders. Maar op één punt ben ik het heel, heel erg eens met Wilders. Op het asielbeleid. Daar heeft hij, mijn inziens, altijd gelijk gehad. En wat zien we nu? En dat is heel interessant. In de gesprekken die ik nu heb met de vrienden en kennissen die ik heb op links, heel voorzichtig moeten ze nu gaan toegeven, ja, dat ze zich toch een beetje, ze maken zich nu zorgen. Ze zijn toch een beetje bang. Het straatbeeld verandert toch iets te veel in Nederland. De islamisering, zoals zij dat dan noemen, vinden ze toch wel iets te ver gaan nu. Ja, en daar zijn ze een beetje bang voor. Ja, en dan zeg ik, ja, hè. Hallo, waar heeft Wilders het nou al die jaren over gehad? Wat heeft hij nou steeds beweerd? En daar zijn jullie altijd tegen tekeer gegaan. Want jullie hebben altijd maar gezegd, kom maar binnen met je knecht. Alles op links, dat voelt allemaal geweldig. Ja, kom maar binnen, kom Nederland maar binnen, we gaan goed voor jullie zorgen. En nu kom je erachter, ho, dat was misschien niet zo'n goed idee. Ja, en als ik dan zeg, ja, Wilders heeft al die tijd gewoon enorm gelijk gehad. Ja, dan valt het stil. Dan hoor je even niks. Dan gaan ze niet zeggen, nee, hij had helemaal gelijk. Nee, dat gaat hem weer net te ver. Dan zeggen ze, ja, hoor je dan alleen maar. Maar daarmee, dat is voor hun al een enorme stap. Daarmee geven ze eigenlijk wel aan van ja, hij heeft gelijk gehad. Zo staan we erbij, want ook zelfs Timmermans heeft pas geleden nog gezegd, met asiel kan het zo niet langer in Nederland. En je ziet het ook terug in interviews met mensen en met schrijvers en in columns, die ook heel voor ze, ja, die draai gaan maken van, ja, het gaat de verkeerde kant op. Ja. Ze beginnen wakker te worden. Of bedoelen ze dat met voortschrijdend inzicht?